Het was weer een snikhete dag vandaag. Ja, zelfs zo warm dat veel sporttoernooien en andere evenementen werden afgelast. De organisaties ervan waren bang dat mensen het te heet zouden krijgen. Maar sommige andere toernooien gingen wel door. Zoals een groot voetbaltoernooi in Baren. Nog even een plens water over je hoofd en het veld op. Aan de bezweten hoofden is het goed te zien, de spelers hebben het heet. Veel te warm. Veel te warm, maar jij hebt het lekker rustig. Ja, maar de lange mouwen, dit is toch niet zo heel fijn. Voetbalschoenen zijn heet aan de onderkant, het is niet zo fijn. Nou, het is wel heel zwaar, zeg maar het wordt heel leuk toernooi. In voetballen hebben ze hier namelijk altijd wel zin. Ondanks de hitte rennen de jongens de longen uit hun lijf. Maar kunnen ze wel een beetje presteren in die warmte? Nou, ik ben niet zo van het lopen eigenlijk, maar ik ben wel minder goed als het zo warm is. Maar ja, we moeten het ermee doen, hè. De organisatie in Baarn heeft er van alles aan gedaan om het de kinderen het zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn er extra watertappunten. Is er extra veel zonnebrandcrème? En staat er een sproeier naast het clubhuis voor een verkoelende douche? Die kan je goed gebruiken. En voor de rest gewoon veel water drinken en dan houdt het wel cool. Is het een goede keuze geweest om het door te laten gaan? Ja, gelukkig wel. Want je had dan anders toch echt honderden kinderen had je moeten teleurstellen dat ze vandaag niet konden voetballen. En eigenlijk zie je wel een beetje op het veld dat de kinderen er relatief niet zo heel veel last van hebben van de warmte. Nou, daar zijn veel kinderen op onze site het niet echt mee eens. Met de stelling met dit weer kun je prima sporten is 65% het namelijk oneens. Nog een idee voor die groep? Neem je bal anders gewoon mee het water in.